Als ik terugkijk naar mijn eigen kindertijd, dan heb ik een fotoalbum van mijn kleuter en de lagere school. En ik stel gewoon vast dat mijn kinderen dat niet hebben. Ik wou daar iets aan doen. Steun voor onderzoek en ontwikkeling die helpt ondernemers om die sprong te nemen die ze anders niet zouden doen omwille van het hoge financiële risico. Om innovatieve oplossingen te bedenken voor hun klanten, zet communicatiebureau en uitgeverij van den Broele Group in op het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen. Bij de ontwikkeling van een kinderjaarboek op basis van gezichtsherkenning moest het bedrijf op zoek naar een nieuwe kennispartner en werd ook hun eigen dienstenmodel anders georganiseerd. Eigenlijk wilden we een fotojaarboek ontwikkelen waarbij dat er zo weinig mogelijk werk zou gelegd worden bij de ouders en bij de juffen. En dan heb je eigenlijk een technologie zoals automatische gezichtsherkenning wel nodig om dat te kunnen realiseren. En toen zijn we eigenlijk gaan aankloppen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen, die ons eigenlijk op weg gezet hebben om contact te nemen met de KU Leuven als kennispartner. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Bedrijven die voor een dergelijke ontwikkeling staan, kunnen terecht bij het agentschap Innoveren en Ondernemen voor steun. Voor een ontwikkelingsproject kunnen ze tot 50% steun krijgen om die ontwikkeling te realiseren. Van den Broele was voornamelijk actief in de B2B-markt en met wonderjaren hebben ze eigenlijk de kanteling gemaakt naar de B2C-markt. Bedrijven die voor zo'n kanteling staan, die kunnen gebruik maken van onder andere de groeisubsidie. Groeisubsidie houdt in dat je steun krijgt voor het aantrekken van externe kennis om die transformatie in je bedrijf mogelijk te maken. Maar het agentschap Innoveren en Ondernemen doet meer. Naast het begeleiden naar steunmaatregelen fungeren wij ook als een klankbord voor bedrijven. Een klankbord die kritische vragen stelt over verschillende managementdomeinen die met innovatie te maken hebben. Strategie, klantgerichtheid, markt. Als bedrijf zijn we enorm veranderd in die zin dat we echt innovatie voorop stellen. En daarvoor hebben we een change manager aangeworven die echt als kerntaak heeft om mensen daarin te begeleiden. En ook een innovatiemanager die de vinger aan de pols houdt voor nieuwe projecten en ook de mensen ook daarin begeleidt. Steun krijgen voor innovatie is mooi, maar wat we van heel veel bedrijven horen, is dat de kennis die opgedaan wordt om die steun aan te vragen, ook nadien in een bedrijf gebruikt wordt. Dat het een business case benaderingen enerzijds en een stappenplan anderzijds. En die zaken worden ook voor toekomstige projecten in een bedrijf gebruikt. Heb je zelf ook een innovatief idee en ben je van plan om een project gericht op groei te starten? Ontdek hoe je op Vlaio een beroep kan doen.